Goedemorgen iedereen. Het is maandag. Het is 9:50. Dus het is al niet meer zo vroeg. En even kijken. Ik ga naar kantoor vertrekken. Het gaat druk worden, want ik moet... Allee, we moeten, Celine en ik, vandaag terug nieuwe collecties shooten. Waar is er, Mufke? Want, want de solde is voorbij. Hier, je hebt toch eten nog? Moet ik nog wat meer doen? En, betekent a lot of work, hè. Maar, we can do it. Dat gaat lukken. Daarom zie ik er ook zo een beetje meer geschminkt uit als anders. Omdat we shooten. Even hier zetten. En ja. Dan moet alles er wel wat goed uitzien natuurlijk. Ik heb net mijn haar gekruld met de Dyson Curly Style Tang. Ik moet zeggen dat ik zoveel buikpijn heb vandaag. Deze nacht ook. Ik heb echt... buikpijn niet normaal. Oké, mijn camera was vol. Dus dat viel af. Maar ik denk dus dat dat is van de pizza van gisteren. Echt lang niet meer zo'n buikpijn gehad. En niet van diarree of weet ik veel wat. Misschien TMI. Maar gewoon echt krampen. De hele tijd zo. En ook weer heel opgeblazen. Vandaag, maar deze avond moet ik weer naar de acupunctuur. Dus ben blij. Want dan weet ik wel dat ik wat verlichting ga voelen in mijn buik. Dus dat is goed. Oké, ik ga mijn thee opdrinken. Dan ga ik weer trekken. Oké, ondertussen aangekomen op kantoor. Hey girl! En we zijn aan het shooten. Dit is de mess we made. Hier ook. En we zijn een nieuwe collectie aan het shooten. We zijn een uur later, denk ik. Een uur? Zoiets. We zijn bijna klaar, hè. Laatste stuk. We zijn ondertussen bij paal 26. Hey. Kei lang geleden dat we hier nog eens hebben geluncht. Hè? Amai. We hebben wortelsoepjes, de soep van de dag. En daarna gaan we verder knallen op kantoor. Oké, het is ondertussen, hoe laat is het eigenlijk? Geen flauw idee. 4:00. We zijn klaar op kantoor. We hadden ook nog een meeting met de boekhouder van Totally Too. Ik ben trouwens niet aan het rijden. Ik sta nog stil. Dus dat hebben we nog gedaan. Collectie in die planten. We waren een soepje gaan eten zoals je kon zien. Daarna terug collectie in die planten. Dan die meeting met de boekhouder. Nu ben ik de pakjes gaan brengen bij Arlette. En nu ga ik rijden naar mijn ouders. Want ik ging mijn mama helpen met een weekendje naar de Ardennen te boeken. Dus dat ga ik nu doen. En dan ga ik naar huis, hopelijk. Ik moet ook nog wel naar de winkel. Want we hebben niks om te eten deze avond, denk ik. Dus dat ga ik ook nog ergens proberen. Maar het is 4:00, dus ça va. Om 7:00, denk ik, moeten we bij de acupunctuur zijn. Dus we hebben wel nog even tijd. Oh, dat is lekker warm hier aan van mij. Ziet je goed? Ja, heel ontspannen. Dus super goed. We zijn terug thuis. Zo,
zoals jullie kan, zoals jullie kunnen zien, waren we bij de acupunctuur. Niels was meegegaan. Acupunctuur, denk ik. Ja, dat denk ik wel. En Wim heeft Niels zijn rug gedaan. En mijn buik. En oh, feeling so good. Dat is echt zo'n goed gevoel altijd daarna. Echt zat. Amai, het is hier koud, hè? Of ligt dat nu aan mij? Het is 22, ja. Dat is genoeg voor voorlopig, zeker. Maar ik heb het koud. Ik zal zelfs nog eens Niels zijn rug laten zien hoe het er nu uitziet. Oké, het is ondertussen 11 uur. We hebben nog Jonge Wolf gekeken. En nu ga ik slapen. Ik ben wel blij dat het tv-seizoen zo terug is begonnen. Ga je ook? Ja, het is leuk, hè? Zo terug. Gezellig in de slaapkamer. In de zetel, bedoel ik. TV kijken. Oké, dit is Niels zijn rug. Oh god. Maar oké. It's all for a good cause, hè. En het doet geen pijn, hè? Nee. Oké, nu dat ik jullie Niels zijn rug nog heb laten zien, gaan we slapen en hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zien we jullie snel weer.